Goedenavond. Ik zoek mijzelf er even bij. Hallo. Goedenavond. Zo. Hallo allemaal. Goedenavond. Nou, leuk dat jullie weer allemaal komen kijken. Nou, oh, ik zie allemaal boze gezichtjes tevoorschijn komen. Ik hoop dat, dat jullie niet boos zijn. We hebben natuurlijk feest. Nou. Ik ga zo langzaam maar beginnen. Nou ja, allereerst weer welkom bij deze live. We hebben vandaag... ook alweer drie andere geweldige lives kunnen zien. Mij hadden jullie misschien niet verwacht vanavond. Ik zag ook al wat reacties. Petra die zou live gaan. Maar ik heb het van haar overgenomen. Maar niet getreurd. Petra gaat jullie ook nog verblijden met een live. Alleen dus niet vandaag. Maar Petra die komt zondag live om 2 uur, zei ze. Maar ik ga ervan uit dat ze dat zelf nog wel in de groep zet. Maar ze komt nog live. Oh, nou, ik ben fijn. Ik vind het leuk dat jullie ook blij zijn. Gelukkig maar. En dus ik ga nu live. En nou ja, gisteren was ik geëindigd natuurlijk met dat ik nog een kaartje zou maken. Dus daar ga ik gewoon nu verder. Ik weet niet of iedereen gisteren mijn live heeft bekeken. Maar ik ga kort nog even de producten bij langs. Ik zal het niet zo uitgebreid behandelen als dat ik dat gisteren deed. Maar nee, zeker niet erg. Gewoon een extra live eigenlijk nog weer. Hè? Nou kom ik dus en Petra komt zelf ook nog het weekend. Dus dat is natuurlijk super leuk. En morgen zijn er natuurlijk nog 4 lives. Dus dat is hartstikke leuk. En... ook ik mag vandaag ook weer wat weggeven namens Marloes. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Goedenavond, er komen nog wat mensen binnen. Hartstikke leuk. Nou, ik ga dit briefje aan de kant leggen. Dat hebben jullie gezien. Ik ga je kort even laten zien waar ik mee aan de slag ga. Ja, het is bijna hetzelfde als gisteren. De nieuwe Carlijn, daar ga ik niet helemaal mee aan de slag. De hiep hiep hoera. Nou, daar ben ik nog eventjes mee bezig geweest. Ik heb vandaag nog wel even een en ander kunnen doen. Niet zoveel meer. Ik heb een kaartje van gemaakt. Die ga ik nog afwerken. Nou, deze had ik gisteren ook al laten zien. Super leuke stans. Zit er een beetje scheef op. Er zit een losse basisstans bij. Een A6 formaatje met een stickerrandje. En daarbinnenin zitten die leuke driehoekjes. Nou, moet ik ook nog kaartjes meemaken. De cijfertjes, nou, daar ga ik vandaag ook weer mee aan de slag. De stansjes, nou, gisteren kreeg ik al de vraag, kun je ze uit elkaar halen? Ja, dat kan. Waarom heb ik ze in elkaar? Nou, ik heb ze in elkaar omdat ik dat zelf handiger vind. Ik leg dan gewoon een andere kleur eromheen, zeg maar, als het ware. Dus ik leg het er niet op. Maar wil je hem eruit halen, dat kan natuurlijk. Dan krijg je een hele matlaag en dan leg je hem erop. Laat je hem erin zitten. Dan komt dat cijfertje er eigenlijk, eigenlijk zoals hier, komt hij erin. Dus het kan eigenlijk allebei. Heb je ook de stempeltjes en wil je de stempeltjes uitstansen, dan moet je ze er natuurlijk wel uitknippen. Want anders kun je de stempels niet uitstansen. Nou, ook de stempeltjes heb ik een leuk voorbeeldje meegemaakt. Even kijken. Dat is deze. Deze had ik gisteren nog niet gemaakt. Maar nu wel. En
Ik dacht, dat laat ik dan nog even zien. Ik heb het ideetje heb ik gezien hoor, bij andere meiden van Carlijn. Vond ik heel leuk. Dus ik denk, dat ga ik ook even snel uitwerken om het jullie ook even te laten zien. De stempeltjes op de achtergrond gezet. Dat zijn deze dichte stempels met verschillende kleurtjes. En daaroverheen een patootie, dit keer een hondje. En die heeft het nummertje 5 heeft hij in zijn hand. Nou, die patooties zijn natuurlijk leuk. Gisteren heb ik al, want die hoort natuurlijk ook bij de serie van Carlijn. Nou, dat is deze. Even kijken, welke heb ik gisteren gemaakt? Die pakken we er even bij. Gisteren hebben we deze gemaakt, het schutkaartje met de baby. En ik had een, waar is hij? Hij is voetsie. Nee, ik had een pinguïntje gemaakt gisteren. Ook super leuk. Nou, die kan je er ook mee maken. Beertje had ik al gemaakt. Nou, deze is iets simpeler. Simpel kaartje ook, maar wel leuk om te laten zien. Heeft ook weer het cijfertje vast. En heb ik daar vandaag nog bij gemaakt. Even een beetje opschuiven, anders ligt het allemaal zo bij elkaar. Deze tag met het konijntje en de ballonnetjes. En ik heb nog de bij gemaakt. Die bij die ga ik vandaag ook op een kaartje vertellen. Verwerken. Ik kan hem ook wel op een kaartje vertellen, maar dan komt er niet zo heel veel op, denk ik. En uitverkocht. De patooties extra large, die zijn, volgens mij zijn die weer binnen. Als ik net goed gekeken heb, waren ze weer op voorraad. Maar, dus als het goed is, zijn die er weer. En anders zou ik even een mailtje sturen naar Doeding om te vragen. Maar ik ga ervan uit dat ze ook gewoon wel weer op voorraad komen. Nee, dat kan, Han. Dat, ja, de een vindt dit leuk en de ander vindt dat leuk natuurlijk. Ik vind ze gewoon geweldig. En ook omdat ze gewoon lekker groot zijn, zijn ze ook gewoon heel makkelijk in elkaar te zetten. Geen gepriegel. En deze kan hier ook nog bij trouwens. Dus die heb ik ook nog gemaakt, konijntje en erbij. Bovenaan mijn lijf heb ik ook de link staan naar de producten die ik gebruik. En ik heb ook even de link erbij gezet naar de werkbeschrijving, pdf'jes van op de site van Joselijne Design. Die zal ik even... Even een stapeltje maken, want anders wordt het hier zo'n rommeltje. Laten zien nog, die heb ik gisteren ook laten zien. Je kan heel handig op de website van Joselijne Design, ook op de verpakking staan trouwens voorbeeldjes. Je ziet, dit is het kleine formaat, die was er al. En dit is de grote. Nou, daar staan, ik heb ze hier wel in het heel klein. Je kan ze gewoon ook groter uitprinten hoor. 39 voorbeeldjes heeft zij op de site staan. En... nou, er is natuurlijk nog veel meer mee mogelijk hè, met deze stand. Dus dat kun je eigenlijk gewoon allemaal met één en dezelfde stand set maken. Al deze 39 diertjes. Nou, dit is dan natuurlijk een baby. Nou, ik had gisteren al wat voor een uil, schildpad, een koala beertje, een aapje bij, hondje, poesje, semi-minnetje. Van alles. Een unicorn. Zag ik nog neushoorntje, paardje, koe. Nou, 39 voorbeeldjes heeft zij al op de site staan. En daar staat ook heel handig bij welk onderdeeltje zij dat je daar dan voor gebruikt. Dus dat is super, super, super handig. Dat kan je met één standset, dat is dus deze standset. De snijmalen patooties XL, kan je dat mee maken. Nou, dit zit er allemaal in. Dit zijn alle stansjes die erin zitten. Ik heb ze van elkaar losgeknipt. Omdat ik ze natuurlijk gebruikt heb al. Ja, dat kan je. Al die diertjes kan je daar dus mee maken. Dus ik heb er dus nu net een aantal laten zien. Hè, deze. Die. Ik heb ze natuurlijk zelf nog niet allemaal gemaakt. Want daar had ik natuurlijk de tijd nog niet voor. Een hondje. Nou, beertje. Werk ik een beetje in beeld. Kijken. Konijntje heb ik gemaakt. En ik heb de baby gemaakt. Dus ik heb al best wel veel leuke voorbeeldjes gemaakt. En ja, het is gewoon super handig. Want die voorbeeldjes die kan je gewoon heel handig downloaden of op de site bekijken. En ja, dan kun je daar heel handig mee aan de slag, zeg maar.
Dus dat. Nou. En ik ga erbij werken met het mooie papier van My Favorite Things. Mooi vrolijk. Ik maak er een vrolijk kaartje van vandaag. Met vrolijke kleurtjes. Regenboogkleurtjes. Hou ik wel van. Marleen. Ik weet nooit zo goed hoe ik haar naam uitspreek. Maar die had ook al van die mooie regenboogkleurtjes zo net. Dus ik ga gewoon door in die mooie kleurentrend. Layard, ja. Die kan je er denk ik ook, ja, die kan je er ook van maken. Er zijn zoveel mooie mogelijkheden. En als je een beetje creatief bent, kan je er natuurlijk zelf ook nog van alles mee bedenken. Dus, nou, dat leg ik even opzij. Want ik had gisteren jullie deze kaart laten zien. Nou, die is nog niet helemaal afgewerkt. Maar dit modelletje. En dit modelletje kaart ga ik met jullie maken. Dus daar ga ik gewoon eerst mee beginnen. En dan ga ik even laten zien hoe ik... erbij in elkaar zet. En misschien als ik dan nog heel veel tijd over heb. En jullie zijn nog niet in slaap gevallen. Dan kan ik misschien het hondje ook nog wel even in elkaar zetten. Dat papierblokje. Wat heb ik hem? My Favorite Things. Dat is de Rainbow Love Paper Pad. Die staat volgens mij niet onder het linkje. Maar daarvan zal ik straks de link nog wel even plaatsen onder deze lijf. Dus even kijken of ik nog wat reacties. Ja, super schattig, hè? Die bijen en die pinguïn. Maar ze zijn eigenlijk allemaal super leuk. En zoals die konijn, of die, dat, ja, het konijntje, de haas, die is natuurlijk straks ook weer heel leuk voor Pasen. Dus ja, en weet je, heel veel zeggen van alles voor kinderen. Maar ja, ik zou echt heel blij worden als ik een kaartje kreeg met zo'n leuk figuurtje erop, hoor. Echt waar. Superleuk. Ja, je kan... Lianne, die vraagt dat je dus met dit standsetje al die diertjes kan maken. Met dit standsetje kan je al die diertjes maken. Ja, klopt. Even kijken, nog meer reacties en dan gaan we lekker beginnen. Ja, wel een grappig modelletje. Ja, misschien kennen jullie het ook al wel, hoor. Want ik bedoel, het wiel is al uitgevonden, zeg ik altijd. Dus dat... Oh, kijk, daar is het, de link naar het paperpadje ook al. Dankjewel, Marloes. Nou, gaan we beginnen. Even de boel aan de kant leggen. Straks ga ik nog met de standjes bezig. Ga ik ook nog uitleggen. Maar ik leg ze eerst even opzij. Ik pak mijn railboards. En ik zoek mijn papier op. Twee collega's noemen wij de bijtjes, omdat ze altijd zo druk in de weer zijn. Oh ja, nou dat soort dingen zijn ze ook toepasselijk voor Beertje. Leuk voor Valentijn. Of een knuffel, gewoon iemand een lekkere knuffel willen geven. Jullie kunnen lang wakker blijven. Nou, daar ben ik blij om. Ik heb er zelf wat moeite mee, maar ik ga heel goed mijn best doen. Dan gum ik het heel hard uit, vergeet ik het te lezen. Maar dit stuk kartstok, in wit uiteraard, is 15 bij 29. Nou, daar start ik mee. Die ga ik rillen. En die ril ik op 5 centimeter. Even kijken of ik in beeld ben. Ja. Oh, mijn ril. Tool moet er wel goed in stoppen. 5 centimeter. Dan ril ik hem op 10 centimeter. Het is heel simpel te maken, hoor. 10 centimeter. 15 centimeter. 20 centimeter. Dus je hebt een stuk kartstok van 15 bij 29 en die ril je dan op 5, op 10, op 15 en op 20. Mijn rilbord weer even aan de kant. Goedenavond. Gezellig mensen ook meekomen kijken. Nou, ga ik op zoek naar mijn vouwbeen. Ja, die ligt hier. En wat gaan we dan doen? Ik begin bij de eerste rillijn van 5. Daar maak ik een
bergvouw in. Moet eens even nadenken. Goedenavond. Leuk dat jullie er ook weer allemaal bij zijn. Super gezellig. Dat wordt een bergvouw. Dan van de tweede maak je een dalvouw. Eigenlijk ben je hem gewoon aan het zigzaggen. Hè? Dit is een bergje en dit is het dal. De derde wordt weer een berg. Ik bedoelde de stans en de stempel van Carlijn dat die uitgebracht waren. Bedoelde je de Sandra deze twee setjes, grote cijfers, grote stempels? Want volgens mij waren die ook gewoon op voorraad. Ik heb vanmiddag gekeken. Ik weet niet hoe het nu is, maar volgens mij waren die vanmiddag gewoon op voorraad. Maar hoe het nu zit, durf ik niet te kijken. Kan ik nu even niet voor je bekijken. En dan heb ik nog een laatste. En dat wordt dan weer een dalvouw. Is het nog te volgen? Ik heb inderdaad een teflon vouwbeen. Ja, dat klopt. Ja. Heel fijn. Heel fijn vouwbeen. Wel heel duur, maar wel heel fijn. Nou, dan ziet het er zo uit als je hem opvouwt. Beetje een harmonicaatje. Nou, moeilijker wordt het eerst ook nog niet. Heel veel moeilijker gaat het sowieso niet worden. Dan leg ik dit even opzij. Dan pak ik nog een stukje kaststok. Die neem ik in dezelfde kleur. Als mijn basis. En die is 14 bij 9 centimeter. Ik ga nu gewoon vandaag even gummen. Gisteren dacht ik dat hoeft niet. En toen ging ik de mist in. Nu ga ik gewoon gummen. Nou, deze die moet je in het midden rillen. Maar nou ja. Ik vouw hem dus gewoon even door. Die netjes op elkaar ligt. En dan heb je hem in het midden gevouwen. Nou, dat was ook niet heel moeilijk. Dan komen we bij de volgende stap. Dan heb je nodig gekleurd kartstok. Ik heb twee strookjes gekleurd kartstok van 4,5 bij 14,5. En ik heb ook twee stukken designpapier van 4,5 bij 14,5. Nou, dan ga ik dus mijn basis er weer bij pakken. Ik vouw hem even helemaal op. Even kijken of we het allemaal nog kunnen volgen. Ja. Even kijken hoor. Ja. Dan begin ik met mijn designpapiertje. En die plak ik hierop. Nou, doe ik gewoon met lijm. Zo. Dan ga ik naar de tweede. En op de tweede doe ik het gekleurde kartstok. Daar kan je natuurlijk ook designpapier op doen, als je het leuk vindt. 4,5 bij 14,5 Yvonne, twee keer in gekleurd kartstok en twee keer in designpapier. Maar je kan dus ook gewoon vier keer gekleurd kartstok doen of vier keer designpapier, wat je zelf leuk vindt. Oh, moet ik wel de goede pakken. Dus de tweede doe ik dan een effen kleurtje op. Dan kom ik weer bij de derde. Daar plak ik weer een stukje designpapier op. Als er vragen zijn, dan stel ze.
Zo. En dan de laatste. Het laatste deeltje doe ik weer een even stukje op. Nou, oh, ik lees net dat het morgen weer binnenkomt. Super. Nou, dan hebben we zo 4 deeltjes beplakt. En dit deel ga ik niet beplakken. Dat laat ik zo, daar ga ik straks een stempel op zetten. Dan vouw ik hem weer dicht. Leg ik hem weer even opzij. Dan pak ik mijn stukje... kartstok van, hoe groot was die ook alweer? 14 bij 9. Nou, die heb ik gevouwen en die leg ik even uit elkaar neer. Dan heb ik in hetzelfde kleur designpapier, even kleurtje als ik hier heb, heb ik 2 stukjes kartstok uitgesneden van 6,5 bij 8,5. Die komen hierop. Op deze manier. Ja, dat is mooi... designpapier, hè? Ik vind het ook super leuk. Daar word je vrolijk van. Ik hou wel van regenboogkleurtjes. Ik ben heel erg van het wit, maar ik mag het wel heel graag ja, met regenboog zeg maar, toevoeging. Ik hou het altijd vaak zelf wel heel rustig, maar ik vind om die kleurtjes toe te voegen zelf wel heel erg leuk. En die komt daar. Wat gezellig, hè? Al die lives in de groep steeds. Superleuk. En iedereen heeft ook allemaal van die leuke dingen. En ja, ik vind het superleuk. Nou, dan heb ik nog 2 stukjes kartstok. Deze heb ik weer genomen in de basis, waar ik de basis van mijn kaart ook mee gesneden heb. En die heb ik gesneden op 6 bij 8 centimeter. En die komen dan hier weer op. Dat hoeft niet per se, maar ik vond het wel leuk. Vooral als je er dan een diertje op plakt straks. Hè, komt straks een bijtje op. Dat je dan net weer even die achtergrond wat lichter hebt. Zodat hij weer wat ophaalt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Dus gewoon mijn idee daar weer bij. Ik ben echt wel heel, nou ja, wit fan. Dat hoef ik niet continu te herhalen. Maar dat is mijn ding wel een beetje. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat jullie het leuk vinden om wat anders te pakken. Dan had ik vanmiddag dus kraft in mijn handen. Ik dacht, oh, ik ga kraft doen. Maar dan durf ik dat toch niet zo goed. Ik durf nooit designpapier te gebruiken omdat ik het te mooi vind, zegt Sandra. Ja, het is altijd best wel lastig hè, om in mooi papier te knippen. Maar aan de andere kant denk ik dan altijd, ja, als het in mijn kast blijft liggen, vind ik het ook zonde. Wat ik ook wel eens doe, is dan koop ik er 2. En dat heb ik dus heel veel. Dan heb ik allemaal gewoon nog nieuwe liggen. Die ik gewoon nooit gebruikt heb. En waarschijnlijk, nou ja, misschien nog nooit. Zeg nooit nooit. Maar er komt elke keer wel weer wat nieuws uit. En dan ga ik dat weer kopen. En dan blijft het andere allemaal liggen. Dus dat is best wel zonde. Maar ik heb het ook wel een beetje hoor. Dan denk ik van, oh nee. Eerst maar met het minst mooie papiertje beginnen. En dan het mooie bewaren. En denk ik, nee, ik ben gek. Ik wil een mooie kaart maken met papier wat ik leuk vind. Ik ben wat later, maar wat zijn het bijtje en het pinguïn van de XL? Ja, klopt, Brigitte. Brigitte, ik ben heel slecht in namen, dus excuseer me als ik het niet goed zeg. Klopt, die zijn allemaal met dezelfde stans gemaakt. Het konijntje wat ik liet zien, het beertje, de baby, de pinguïn, het bijtje. Ja, klopt. Goedenavond, Irina. Heb jij een zus die Ellen noemt? Christina, nee, ik heb geen zussen. Ook geen zusjes? Nee. En ook geen nichten of zo, of familie die Ellen heet? Nee. Sorry. Deze heb je dus ook gemaakt. Dan pak ik mijn basis er weer bij. Want je snapt het natuurlijk al, deze moet hier op deze manier opkomen. Nou, hoe ga ik dat nou doen? Ik heb hem op deze manier neergelegd. Ik draai hem even om. En dan pak ik mijn dubbelzijdige tape. Ik heb die van 6 mm, of is het 5? Ik kan het nooit goed onthouden. 6. En dan aan beide randjes doe ik een stukje tape. Dubbelzijdig tape.
En aan de andere kant ook. Zo. Nou, wat doe ik dan? Ik kijk even hoe ik hem wil hebben. Nou ja, in dit geval zijn ze dus allebei kanten gelijk. En waar ik hem wil hebben. Ik wil hem namelijk niet helemaal tegen de zijkant aan, want dat vind ik niet mooi. Ik denk dat ik hem ongeveer, het hangt ook een beetje van je designpapier misschien af. Maar ja, je wilt aan de beide zijkanten wel een beetje dezelfde ruimte overhouden. Ik denk een centimeter op het oog. Ja, aan beide zijkanten heb ik nu een centimeter over. Nou, je kan hem natuurlijk laag plaatsen. Of hoog, of in, nou ja, wat je zelf wil, een beetje lager. Ik vind het leuk om hem in het midden te zetten. Dus ik heb hem, dit stuk heb ik gewoon opgevouwen. Ik schuif hem eronder. Ik hou gewoon het beschermfolietje er nog op. En ik leg hem eerst op de positie neer hoe ik hem wil hebben. Nou. Kijk hoe die op het oog een beetje recht lijkt. Naar links werken. Oké, dat kan. Ben ik slecht in beeld? Zo, zo beter. Zit ik net even iets meer in het midden? Schuif ik mijn stoel een beetje op, want anders zit ik straks weer hier te werken. Leg dit een beetje die kant op, dan kan ik ook niet meer opzij gaan. Zo. Leg ik hem neer. Hou ik het goed vast. En dan vouw ik hem open. Hou ik deze vast en dan haal ik mijn beschermfolie van deze kant vast af. Ja, handig is dat, Els, hè? Met het acrylblok, het tape afscheuren. Dan heb je hem gelijk mooi vlak op je papier, want je gaat er even overheen met je blok. En je hebt hem mooi recht afgescheurd. En dan vouw ik hem gewoon er dicht op. Oh, dan heb ik hem een beetje verschoven. Zo. Nou, dan zit hij aan deze kant nog los. Maar dat is niet zo erg. Ik pak het hele gedeelte om. Dat vouw ik om. En dan zie ik dus dit gekleurde kartstok. En dan haal ik mijn andere beschermfolie los. En die vouw ik dan gewoon dicht. En dan heb je dus je kaartje basis al klaar. Nou, voor jullie kan ik hem beter zo laten zien. Als hij staat, ziet hij er zo uit. Hij is trouwens zo ook wel grappig. En hij kan gewoon plat in een envelop. Dus dat is wel, wel heel handig. Nou, als je het leuk vindt, zou je hier natuurlijk nog een stuk... hoe noem je dat? Designpapier kunnen doen of een ander stuk kartstok. Ik ga dat niet doen. Ik ga er even een tekst in stempelen. En dan gaan we er straks even een leuk diertje om maken. Nou, gebruik maar stempelhulp. En dan pak ik de, oh, schop hier iets om, de nieuwe stempeltjes erbij. Want er staan ook hele leuke teksten op. Hoera, jaar, dag, week, een hashtag, weken, maand en uur, later, oud en een uitroepteken. Ook heel leuk voor planners te gebruiken. Maar superleuk voor gepersonaliseerde kaartjes natuurlijk, hè. Ja, heel simpel model en ik mag het heel graag gebruiken, dit modelletje. Superleuk te gebruiken. Ik pak de hoera. Nou wil ik natuurlijk precies onder dit werken, want als ik hem dicht heb, wil ik dat niet zien. Want dan stoort het, dan komt het er net wat bovenuit. Hoe doe ik dat? Ik pak even een potlood en ik ga aan de bovenkant even kijken. En aan de zijkant en aan de onderkant. Zet ik even een streepje. Zien jullie dat? Dan weet ik dat ik daar binnen moet blijven. Ja, zo blijft het toch nog wat strak. Hè? Ik ben wel van een strakke kater. Maar goed, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Alles is natuurlijk leuk. Nou, hoera. Leeftijd vond ik even een beetje moeilijk. Ik wil er straks een 4 in hebben. Dan ga ik straks met twee kleurtjes werken. Maar... om even te kijken waar ik hem wil hebben. Hoera. Joep. 4. Ja, en dan komt ja er nog onder. Zo. Hoop.
Ja, nou ben ik, moet ik een beetje meer opzij. Want anders dan kan mijn stempelhulp natuurlijk niet dicht. Slim bedacht. Zo. Pak ik mijn VersaFine. Met zo'n modelkaart beschrijven. Nou, ik ga straks... Nou, ga ik zo meteen even... Oh, hier zit hij. Ga ik zo meteen even vertellen waar je dan iets op schrijft. Je kan het op de achterkant doen, maar... Nou, kan ik nu ook wel even uitleggen. Je kan dus op de achterkant dan iets zetten. Maar, vliegende pinguïns. Kijk, hier heb ik wat opgeplakt. En hier niet. Hier moet nog een wit, wit dingetje op. Of ik schrijf met een witte stift. Maar hier zou je dan ook wat op kunnen zetten. Hè? Want hij staat als het ware, staat hij zo. Dus je zou op dit gedeelte zou je ook wat op kunnen zetten. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon op de achterkant inderdaad. Ik zou het zelf op de achterkant doen. Ben ik nou aan het schuiven geweest? Of zit hij nou gewoon nog goed? Even kijken. Sjoep, sjoep. Hartstikke idee. Nou, ik vind hem niet mooi gestempeld, dus ik doe hem nog even een keertje. Ja, daar is hij. Hoera. En vond ik het wel leuk om er dan nog jaar onder te zetten. Dan moet ik natuurlijk wel weer even kijken waar die ongeveer moet. Je kan de 4 ook stempelen, hè? Maar ik denk, hij brengt er net al eventjes wat meer structuur in als je hem eruit stanst en hem erop plakt. Even kijken of er nog vragen zijn. Ga ik te snel of dan een geel geven? Even kijken. Ja, nee. Dus ik zie zo niks, maar ik ga het nog wel even teruglezen vanavond of morgen. En dan probeer ik ook nog antwoord te geven. Ik zou op ja, precies. Je kan ook gewoon op beide kanten een diertje plakken of een andere versiering. Of, dat is heel goed mogelijk. Dat is ook superleuk. Of een setje van een grote en een kleine patootie. Is ook leuk. Ja. En dan is nog de uitroepteken. Nou, die was gisteren een beetje dwars. Dus ik hoop dat die vandaag meewerkt. Nou, die ga ik niet met mijn stempelhulp zetten, want dat vindt hij niet leuk. Daar is hij net wat te klein voor. Dan halen we dat even af. Zetten we die weer even onder het bureau. En die zetten we dan gewoon zo achter de... Niet op de kop zetten. Even kijken of ik nog in beeld ben. Ja. En dan komt die uitroepteken daarachter. Nou, dat is wel heel flink. Een beetje te hard gedrukt. Nou ja, flink uitroepteken in ieder geval. Weten ze dat ze jarig zijn. Je zou er ook nog oud, 4 jaar oud kunnen opzetten bijvoorbeeld. Nou, dat zijn die stempeltjes. Dat weet ik niet, Els, want ik heb nog nooit een Misty gehad. Dus dat durf ik niet te zeggen of ik deze makkelijker vind dan de Misty. Ik vind dit een hele fijne stempelhulp. Dus misschien heb je daar wat aan. ik weet het niet. Die heb ik dus nog nooit gebruikt. Nou, ik wilde daar een 4 in doen. Nou, zoals ik al net vertelde, heb ik hem dus in elkaar laten zitten. Dan krijg je dus zo'n buitenrandje en het cijfertje. Nou, dat hoef je niet per se te doen natuurlijk. Je kan hem dus gewoon van elkaar losknippen. Maar dat heb ik niet gedaan. De binnenkant wil ik, of de buitenkant wil ik een beetje donker afzetten. En dan doe ik het niet met zwart, maar met grijs. Dat is iets milder. En dan kijk ik of ik dat puntje van die 4 er nog weer in doe. Maar ga ik hem zo eerst plakken. Ik pak mijn pincet. Vind ik altijd super handig. Als je knijpt gaat hij open. En als je hem loslaat dan is hij dicht. Maar die zullen jullie vast wel kennen. Pak het geheel op. Ja, feestvierende patooties.
Nou ja, of ballonnetjes. Hè. Ik heb op het andere kaartje ook het konijntje met die ballonnetjes. Dat zou je dan ook nog kunnen doen, bijvoorbeeld. Carlijn heeft ook hele leuke ballonnenstansjes. Nou, komt die. Geen idee wie de 4 jaar wordt, maar dat maakt niet uit. Ik maak een kaartje voor een 4-jarig kindje. Nou, dat kleine stukje, dat friemen we er even in. Zo, nou, die staat er ook op. En dan natuurlijk eerst even de speld weer in mijn lijn. Zo, en dan gummen we even. Ja, dat is een, die is van X-Cut. Bovenaan, wat een rare naam. Oh, dank je Cindy. Bovenaan, de Cindy zit er, link er al in inderdaad. Die set is het. Ik heb bovenaan mijn live heb ik ook een... linkje gezet naar de gebruikte materialen, de materialen die ik gebruikt heb. En ook naar de werkbeschrijving van de hoop van de patoeties. Nou, een dikke kreukel erin. Joep. Zo. Zo. Nou, dat zit. En nou gaan we deze aan de kant leggen, want ik wil er natuurlijk niet een pinguïn op hebben, hoewel die natuurlijk ook superleuk is. Die zou ook weer aan de binnenkant komen kunnen. Superleuk is, wil ik er een bijtje op hebben. Waar ben jij, bijtje? Bijtje. Dit is bijtje, maar die ga ik natuurlijk nog even met jullie maken. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb de stukjes allemaal alvast uitgestanst. Ik leg de basis even opzij. Het werkblad waar je op werkt, is dat gewoon je bureau of van dat plakspul, vraagt Christel. Nou, dat is een fotodoek van PVC. Die kan ik gewoon schoonmaken met een nat doekje. Dus, ja. Kijken of ik vragen nog gemist heb. Volgens mij niet zo. En anders stel ze gewoon nog een keer. Hè? Nou, die heb ik uitgestanst allemaal al. Ik ga jullie de onderdeeltjes even laten zien. Nou, ik kreeg gisteren heel veel vragen van... wat zijn dat voor mapjes? Nou, dit zijn mapjes. Even zien. Ik had hier... Ja. Hele handige. Die zitten in een setje van... geen idee. 10. En die... Nou, er zit een klittenbandje op. En die zijn van A5 formaat. En dan heb ik een magneetmatje in. En daar plak ik dan mijn stansjes op. En zo hou ik alles bij elkaar. Heb je eens een keer wat stansjes over. Wat je uitgestanst hebt. Bijvoorbeeld je hebt onderdeeltjes over. Kun je dat ook gewoon bij je zakje instoppen. Dan hou je dat er mooi bij. Nou, ik heb natuurlijk nu de werkbeschrijvingen van de patoeties erbij in zitten. Dus dat is ook heel handig. En... en natuurlijk mijn hele magneetmat. En wat ik altijd dan doe, is de verpakking doe ik dan achterop. Je kan natuurlijk ook, er is heel handig magneet, dat zijn magneetvellen. Die kan je knippen en er zit plaksel achter. Dus je zou ook kunnen zeggen van nou, dan doe ik magneet, een stukje magneet hierop. En dan zet je je malletjes hier weer op terug. Dat is natuurlijk ook ideaal. En dan doe je het in het zakje, dan heb je niet zo'n heel groot vel nodig. Nou goed, het bijtje, de onderdeeltjes. Nou, dat staat op je werkbeschrijving ook heel handig. Ik heb daarvoor nodig het hoofdje. Dat is deze. Die werkbeschrijving zit er niet bij de stansjes, maar ik heb bovenaan mijn live de link gezet van waar je de werkbeschrijvingjes kunt vinden. Die kun je gratis downloaden. Ja. Dit is het hoofdje. Nou, ga dit even wat sneller uitleggen, want dat hebben jullie misschien gisteren ook allemaal al gezien. Dit is het onderkantje, dat komt daarop. Dat is deze. Het lijfje, dat heb ik 2 keer uitgestanst. In het zwart en in het geel. Dat is die. Die ga ik straks snijden. Ik zet dit eventjes in tijd wel weer terug.
Wat is zo'n rommeltje? De beentjes. Nou, het kan eigenlijk ook niet missen. Dat zijn deze. Dan heb ik nog allemaal losse onderdeeltjes. Nou, hij heeft van die sprietjes bovenaan. Die leuke sprietjes. Nou, die gebruik je ook wel voor armpjes. Nou, dat is dit onderdeeltje. Die heb ik twee keer, want hij heeft natuurlijk armpjes. Oh, komt eruit. Ja. En hoorntjes. Ja, voorsprietjes zijn het, hè. Vleugeltjes. Ik heb deze genomen. Maar je kan natuurlijk ook die wat dikkere nemen. En ik denk zelfs dat deze ook wel heel erg leuk is. Misschien dat die nog wel leuker is. Die worden wat groter. Dus deze. Maar ik had het heel klein uitgeprint. Dus ik kon het niet zo goed zien. Nee, hij staat er als een ovaaltje op. Nou, dan heb je nodig een neusje. Dat is dit stansje. En oogjes. Nou, die spreken voor zich. Oeh, kom eruit. Dat zijn deze. Dat heb je nodig. Nou, mijn bakje even weer opzij. Ik doe mijn stansjes even weer in mijn mapje. Want er zitten wat onderdeeltjes bij. Die wil je niet kwijt zijn natuurlijk. Leg hem even opzij. En dan gaan we hem in elkaar zetten. Nou, heel simpel. Kijken of ik nog in beeld ben. Ja. De gele. Gewoon met wat lijm. En die plak je onder elkaar. Dat past precies. Dat kan gewoon echt niet missen. Even mijn quickstick erbij. Oh, ik vind het zo schattig. Hè? Ik vind sowieso die hele cute diertjes wel leuk hoor. Ik ben ook altijd helemaal verliefd op de stempeltjes van My Favorite Things. Ja, daar hou ik wel van. Beetje lijm op het plekje waar de neus komt. Zet ik zijn neus erop. Hier zit ook een mooi scherp puntje aan. Hiermee kan je ook je malletjes uitdrukken. Als het bijvoorbeeld in een malletje blijft zitten, dan kan je dat er ook heel makkelijk mee uitdrukken. En je kan hem eruit halen. En aan de achterkant zit een bijtelpunt. Ook weer heel handig. Nou, dan de oogjes. Ik doe altijd een beetje. Je kan ook heel handig om het uit te stansen, dat je het uitstanst op dubbelzijdig tape. Hè? Dan zit er gelijk een plaklaagje achter. Dus dat kan je ook doen. Oogjes. Ja, de lijfjes die liggen hier. Uit beeld. Ja. Die ga ik niet vergeten. De winkel is inderdaad, donderdag gaat de winkel weer open. Donderdag 20 januari. Dat heeft Marloes net op Facebook geplaatst, naar post. 20 januari gaat de winkel weer open. En ze willen gewoon eerst, het is gewoon echt extreem druk. En eerst alles wegwerken en dan gewoon weer lekker open. Fijn dat het weer kan, hè? Dat is natuurlijk super. Maar... ja, dus dat staat een berichtje al over op Facebook. Nou, pak ik twee van die armpjes, hoorntjes. Nou, kijk even goed dat je wel twee tegenovergestelde hebt. Ja, als die er nog is, staat de quickstick ook bij de link. Ja. Nou, dan kijk je even waar je ze wil hebben. Ik til dan altijd het hoofdje even op. En dan leg ik ze zo neer. Doe ik met oortjes ook. Die. Joep. Zo. Nou, dan ben je al een heel eind. Dan ga ik even mijn lijm dicht zetten. Want nu pak ik even mijn stansmachientje. Mijn snijmachientje bedoel ik. Dit is de quickstick. Jantje vraagt wat ik in mijn hand had. En volgens mij had ik deze in mijn hand. Dus dit is de quickstick. Daar kan je heel makkelijk dus de deeltjes mee oppakken. Ja. Nou, dan hebben we dus het lijfje. Hij heeft een basislijfje van geel, maar ik wil de zwarte streepjes opzetten. Nou, kan je natuurlijk ook gewoon streepjes, losse reepjes snijden en dan even bijknippen aan de zijkant. Je kan ook zeggen van, nou, ik snij het lijfje nog even in het zwart uit.
En dan stans ik daar, of snij ik daar. Die gebruik ik niet. Snij ik daar de streepjes van. 1. En dan weer een stukje ertussenuit. Wel heel klein allemaal. Dus dat zou je dan gewoon ook gewoon een reepje kunnen uitsnijden. Uitsnijden met je snijmachientje. En dan er dan op. Zo. En zo heb je dan. Oh, zet ik hem ertussen. Heb je dan 2 strookjes die er precies op passen. Mijn lijfje is hier. Maar wat doe je met die buitenkant? Ja, nou, dat, je kan hem er dus heel makkelijk afhalen. Maar misschien iets omhoog wippen. Bijvoorbeeld. Of even mooi vlak maken. Of zo. Bedenk maar wat. Ik gebruik de buitel eigenlijk dus ook nooit. En wat ik dus doe, als ik hem het puntje niet gebruik. En ik gebruik alleen de quickstick. Dan draai ik hem om. En dan doe ik de buitelkant naar achteren. Want die is wat minder scherp. Ja, Roelie, gisteren was er ook al een vraag of hij bijgevuld kan worden. Hij ziet er wel uit of kan dat. Maar ik heb geen idee hoe of wat het werkt. En dat durf ik dus niet te zeggen. Nou, die plaats ik dan. Op het lijfje. Klein beetje lijm erop. Zo. Pakken we de tweede. Ik weet het ook nog niet zo lang hoor. Daarom vond ik het wel grappig om te vertellen. Vertel, ik zag het laatst ook ergens. Ik denk, oké. Dat kan uit elkaar, handig. Kneedgum, zegt Karen. Oké. Nou, dat is super handig. Dat zul je wel gewoon heel makkelijk, dat kneedje, en dat kun je erin stoppen natuurlijk. Ja. Nou, klein beetje lijm aan de bovenkant. Nou, kijk, en je kan natuurlijk ook het kopje een beetje scheef zetten, hè? Een beetje een eigenwijs hoofdje ervan maken, of juist heel lief. Dus gewoon lekker mee spelen. Ik doe nu de basis, maak ik, maar je kan hier gewoon echt heel leuk mee spelen. Zo. Ja, lijm weghalen inderdaad. Dat zou je ook met zo'n bijteltje kunnen doen. Ja, klopt. Ja. Nou, voetjes. En nou ga ik dus eerst de handjes pakken. Die zet ik mooi langs de zijkant, zoals je hier ziet. Heb ik die mooi zo langs de zijkant net even een beetje onder het lijfje geplakt. Nou, ik doe een beetje lijm aan het puntje van het armpje. Hou, zet wat opgedroogd lijm op. Ja, ik weet niet of het zo te zien is. Kijk, deze loopt smal uit, Han. Ja, lijm niet op laten drogen. Dan pak ik mijn diertje weer op en dan leg ik hem eroverheen. Dat is mijn manier, maar gewoon gaan werken zoals je dat zelf fijn vindt, hè. Zo. Zit er niet recht boven. Dan moet ik altijd zo wel een beetje aan wennen. Normaal zit ik dus altijd echt met mijn neus boven op mijn werk. Ik weet niet of jullie dat ook doen, maar. Zo. Dan pak ik de vleugeltjes. Nou, zoals je ziet heb ik ze zo op de achterkant. Je kan natuurlijk dus ook de bredere gebruiken. Of het andere modelletje is natuurlijk ook heel leuk. Ik heb voor deze gekozen. Ik doe een heel klein beetje lijm weer aan de bovenkant. Ik reageer helemaal niet. Ik zit alleen maar te kijken. Nou, dat is toch ook hartstikke gezellig.
ik moet misschien wat minder praten. Ik zei dat, ik ben altijd helemaal hyper volgens mij. Ho. Oh, hij wil wegvliegen. Vleugeltje. Daar gaat hij. Nou, daar ben ik niet achter gekomen. Achter de huidskleur inderdaad. Ik heb nog wel zitten zoeken, maar... Ja, ik moet gewoon die dingen even gaan bewaren. Als ik nu weer nieuwe verpakkingen bestel, dan... Ik heb zoveel kartstok en papier. Dat ik gewoon niet... En ik heb een kleurenwaaier van Vaza, maar daar staat hij niet tussen. Dus het is van een ander merk. Ik weet het niet. Ik kan er niet achter komen. Maar ik ga er nog wel even... ik ga nog wel even zoeken van het weekend. Of ik er toch nog achter kan komen. Ja, zeker. Dat is hartstikke leuk om dat ook met film te doen, inderdaad. Ja, superleuk. Ja, absoluut. Maar ik ga hem dus op een wit velletje plakken. Dus dan, ja, dan valt film ook net wat weg. Maar misschien, ja, misschien valt het ook wel mee trouwens. Maar dat is echt heel erg leuk. Ja. Ja, goed idee. Nou, de voetjes. Nou, zoals je hier ziet, zijn ze lekker leuk zo. Nou, ik zou het al even voordoen, maar jullie zien mij niet. Dus ik kan het ook niet voordoen. Maar zo leuk over elkaar heen geplaatst. Je kan het baadje natuurlijk ook gewoon gezellig laten zitten. Je kan de voetjes recht zetten. Het is maar net wat je leuk vindt. Kijk, zo wordt hij wat stoerder. Zo is het wat liever. Dus daar kan je alle kanten mee op. Ik ga nu voor het liever. Dus dan doe ik ze zo. Dan keer ik ze om. En dan zet ik ze er zo onder. Ik ga eerst de ene vastplakken. Zo. En dan de andere. Ja, dat zou je ook nog kunnen doen met wat distress erop. Ja. Grappig, hè? Maar dat is ook zoals ik gisteren ook al liet zien met de oogjes en zo ook zo. Je kan gewoon zo leuk ook met die uitstraling van het gezichtje spelen. De oogjes dichterbij, de oogjes verder weg, wat in het hoekje. Dan kijkt hij weer wat stoerder of wat bozer. En met de oortjes ook zo. Zet je ze hier van de baby bijvoorbeeld, is hij heel schattig. Maar als je ze wat hoger zet, kan je er bijvoorbeeld wat een oud mannetje van maken of een oud vrouwtje. Dus dat is best wel heel leuk om daar gewoon mee te spelen. Ga het gewoon eens uitstansen, mocht je de stans hebben. En zet ze in allemaal posities neer. Dat is dus echt wel heel leuk om, om mee te spelen. Toen was ons bijtje geboren. Ja, dan pakken we ons kaartje erbij. Nou, dat cijfertje heb ik natuurlijk ook in die gele kleur gedaan. En dan komt dat bijtje hierop. Je kan hem natuurlijk ook nog een leuk ballonnetje weer in de hand geven, zoals ik bij het konijntje heb gedaan. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten wat je ermee doet. Ik ga hem even wat verhoogd opplakken. Mijn foam, 3D foam pakken. Als ik de blokjes erop plak, ik ben nu wat aan de zijkant aan het werken, plak ik ze ook wel eens een beetje over de verbindingjes heen, zodat hij dan nog net eventjes wat steviger zit. De lijm is stevig genoeg hoor, maar ik ben altijd bang dat iets loslaat. Terwijl ik eigenlijk maar heel weinig, misschien moet ik eens wat meer lijm gaan gebruiken. Ik ben altijd heel zuinig met lijm. Als ik van die dikke lage lijm gebruik, dat vind ik nooit prettig. Nou, zetten we hem erop. Kijk eens. En dan heb je dus, als je hem open doet, heb je een heel leuk staand fleurig kaartje. Nou, op de achterkant zou je natuurlijk ook nog eentje kunnen doen. En dan, dan heb je dus heel gemakkelijk een heel leuk, leuk kaartje. Ik weet niet of jullie het nog leuk vinden of ik het hondje nog in elkaar moet zetten. Of dat jullie zeggen van, nou, ik geloof het allemaal wel. Ik heb genoeg gezien van die patoeties. Dat kan ik me natuurlijk ook heel goed voorstellen. Dat is aan jullie. Maar ik weet wat ik morgen samen met mijn zoontje ga doen. Patoeties maken. Oh, dat gaat hij vast heel leuk vinden, Lysenka. Ik weet niet hoe oud hij is. Maar
Dit is al een oude setje ballonnetjes van Carlijn. Maar Carlijn heeft ook, die staan als het goed is ook wel in de webshop, 2 setjes volgens mij met ballonnetjes. Echt wel hele leuke. Ook met van die, ik zeg altijd clownsballonnen, maar van die langwerpige ballonnen. En zo zitten daarbij in. Dat is echt wel een heel leuk setje. Ja. Ja, honingpotje erop is ook heel leuk. Ja. Ja. Ik zie dat ik wat verder best wel een heel stuk voorloop op de reacties. Is wel grappig. Even kijken hoor. Waar ben ik? Toevallig. Het gaat zo snel met de reacties. Toevallig. Vandaag het zoontje van een vriendin 4 jaar geworden. In grap. Oh, dat is wel toevallig inderdaad. Leuk. Ja, jullie willen het hondje nog zien? Nou, ik heb hem uitgestanst hoor, dus ik kan hem zo even snel in elkaar zetten. Nou, dit was bijtje. Ik leg ze zo nog even op een rijtje. Een bijtje op een rijtje. Hondje. Even de onderdeeltjes weer uit mijn bakje halen. Zo. Ja, ik ben ook verliefd en ik vind dit formaat gewoon zo leuk. Maar weet je, ook alleen een hoofdje zou al leuk zijn van zo'n diertje. Is al leuk, hè? Ook leuk. Hondje mag, ik blijf kijken. Ja, ik ga nog een hondje maken hoor. Het is, ik heb mijn kinderen beneden neergezet, want die trokken mijn hele wifi leeg. Dus ik zeg, jullie gaan maar tv kijken met z'n allen. En die waren heel blij met mij vandaag. Zeg maar. Ach, het weekend is nog lang, toch? Het hondje. Even kijken. Dan had ik dit kaartje meegemaakt. Hier heb ik hem zittend. Super schattig ook. Deze, hij heeft een snoetje. Ook dat snoetje zou je op 2 manieren kunnen doen. Kijk, bij het konijntje heb ik de smalle kant naar onder. Maar je kan dus ook de... ja, heeft hij wel een smalle kant? Het lijkt, misschien is het ook wel... Ja, jawel, hij loopt wel een beetje anders rond. En naar boven. Ik doe hem nu op deze manier. En ik zet hem een beetje in het midden neer. Nou. Wat ga ik doen? Bakje. Dit zijn Western boxes. Even kijken. Staat het hier? Ik heb dus een hele grote. En er zitten al die kleine bakjes zitten daarin. En daar doe ik dus mijn onderdeeltjes in. Uitgestanste plaatjes van Landvan en MFT bewaar ik daarin. Dus... Super handig. Weston boxes heten die. Even kijken. Wat is dit? Oh ja. Het snuitje. Snoetje. Nou, ja, ze mogen opblijven. Ze zijn 15 en 13 hoor. Dus het is wat puberig. Nee, valt mee. Hartstikke gezellig hoor. Maar die gaan er, soms lig ik eerder, zeg maar. Dan hun. Dus het is niet meer dat die blij zijn dat ze op mogen blijven. Het snuitje, snoetje. Ik doe alleen in het midden een beetje lijm. Waarom doe ik dat? Omdat ik straks nog de wangetjes eronder wil zetten. Nou, die zet ik erop. Op deze manier. Oh, wel recht. Zo. Dan ga ik zijn neusje erop zetten. Gewoon weer lekker aan de bovenkant. Kijk, zo ziet hij er ook al heel schattig uit. Zo lijkt het ook een beertje, hè? Ik vind het zo leuk. Niet de hele dag wel mee spelen. Ja, geen tijd voor. Ik mis een oog. Oh nee, mis geen oog. Nee, Frozen, nee, sowieso niet. Ik heb 2 jongens, dus die hoef ik niet voor Frozen te zetten. Nee, even een slokje water, hoor. Ja, die Western boxen zijn er in heel veel formaten. Ze zijn echt super handig om, ik heb ook deze, het is wat een langwerpige. Daar heb ik dus hoe noem je die dingen? Slimline stencils van Carlijn in zitten. Heel fijn. Maar goed, ik was met een hondje bezig, dus daar ga ik nu mee verder. Nou, dan het, hoe noem je dat? Mondje, die aan het neusje vast zit. Zit nog in beeld te werken.
Ik ben helemaal hyper. Ik moet een beetje wakker blijven. Want normaal zit ik om deze tijd niet zo vaak meer rechtop. Dus ik lig altijd vrij vroeg in bed. Dus het is wel leuk om eens een keertje ook laat een live te doen. Nou, dan heb ik de wangetjes. De roze. Nee, Paw Patrol. Nee, ook niet. Nee. Hoewel, misschien dat ze er ook wel om kunnen lachen. Zie, die schuif ik er zo onder. Omdat ik alleen in het midden een beetje lijm gedaan heb, kun je die er zo onder schuiven. Ja, dit is allemaal met eenmaal. Volgens mij zag ik Joseline nog antwoord geven. Ik zal zo even terug scrollen. En de werk... Oh ja, 39, nou, 39 verschillende inderdaad. En ik lees nu dat ze ook zegt van dat die binnenkort wordt geüpdate met nog meer mogelijkheden. En dat is echt superleuk. Haar designteam heeft ook echt... nou, die is zo creatief daarmee. Die maakt er gewoon dieren mee en dingen mee. Dat is echt zo leuk om te zien. Dus je kan er nog veel meer mee dan alleen deze 39, hoor. Gewoon lekker mee gaan spelen. Stans dus uit. Ook al doe je het in het wit eerst bijvoorbeeld allemaal. Of in het zwart. Nou, zwart op zwart. Wit op zwart. Maar dat je gewoon even een paar kleurtjes pakt. En wat de kleuren dan zijn, maakt niet uit. Maar gewoon spelen. Dan komt er vanzelf een karaktertje tevoorschijn. Dat is wel echt heel leuk. Nou, dan de oogjes. Die zet ik een beetje op het snoetje weer. Snuitje, snoetje. Ik ben er nog steeds niet over uit. In Friesland, bij ons zeggen ze snuutje. Schattig snuutje. Zo. Zo. Oh, kijk nou. Hoe cute. En dan de wenkbrauwtjes. Nou, die doe ik bijna eigenlijk nooit in het zwart. Die doe ik ietsje lichter, omdat ik... anders zo hard vindt. Oh. Nou, dan ben ik aan het prutsen. Prutsen kan ik ook heel goed, hoor. Verprutsen ook wel. Bij mij belandt er ook wel eens wat in de prullenbak. Ja, dat klopt. Een oude versie. Maar dit is... dit is op zich dezelfde. Alleen deze is een heel stuk groter. Dit is de extra large. Moet ik even kijken. Hoppakee. Dat is 1. Deze is extra large. Dus dat is het verschil. Oh. Ik heb opgedroogd lijm bovenaan me. Zo, die er nog op. Nou, dan de beentjes die ik net gebruikt heb als beentjes. Die ga ik nu ook weer als beentjes gebruiken. Maar die ga ik in dit geval dus ook omkeren. Zie? En dan hebben we oortjes. Hoe leuk. En dan hier wat lijm op. Ja, nou, dit valt wel mee met. Dit is niet zo'n heel gepriegel, hoor. Deze is echt wel goed te doen. Zo. Alleen die wenkbrauwtjes is dan even... Ja, dat design team is echt al heel goed. Ook super. Die maken zulke mooie dingen. Dat is echt gewoon super leuk. Dus kijk daar ook eens rond. Nou, een lichtere kleur. Zet ik op zijn buikje. En dan doen we daar weer wat lijm op. Nou, hebben jullie ook naar de persconferentie gekeken? Ja, inderdaad, klopt. Ja, die is er ook nog geweest. Ja. Even kijken. Beentjes. Ik ga er nu een staand hondje van maken. En ik doe weer die beentjes zo. Want dat vind ik super schattig. En ik hou wel van schattig. Dus ik zet ze er omgekeerd weer op. Dan staat hij even een beetje met zijn beentjes over elkaar. Zo een beetje... Ja, schattig vind ik dat. Oh, er zit een opgedroogd stukje lijm aan. Nee, wat nee. Nee, nee, ik zie allemaal nee. Wat heb ik? Nee, nee. Nee, heb ik wat gevraagd? Oh, dat zou natuurlijk kunnen. Waarom geef ik? Ik loop namelijk wat
heel stuk voor op wat jullie antwoorden. Dus dan weet ik niet zo goed soms waar het, waar het meer over gaat. Ik zie ook een ja. Ja, nog even en hij blaft. Ja, dat zou toch wel grappig zijn. Nou, handjes eraan. Nou, dan kan je ervoor kiezen. Ik heb dus nog twee onderdeeltjes liggen. Oh. Nee, bij Marlene geweest. Dat is veel gezelliger en leuker. Oh jee. Dat is ook wat. Zo, die erop. Oh, goedemorgen. De persconferentie. Ja, ik ben er weer. Ja, dat zeg ik. Ik loop zo'n stuk achter. Maar inderdaad, dan is een live leuker te kijken dan een persconferentie. Ja, klopt helemaal hoor. Ja. Goh, dat is zo lastig. Want soms dan loopt het redelijk gelijk met de opmerkingen. En soms dan loopt het heel erg. Nu lopen de opmerkingen echt heel erg achter. De conferentie. Ja, precies. Het wordt al laat, hè? Zo zie je. Ik ben niet van het laten. Nou, dan kan je dus heel leuk een klein kwispelstaartje maken. Zo lastig. Dan ben ik met iets anders bezig. En dan komt er nog reactie op iets eerst. Dus dat is wel grappig eigenlijk ook. Een klein staartje. Maar ja, ik vind het natuurlijk leuk om die hond natuurlijk een mega staart te geven. Dit is gewoon een hond met een grote staart. Hopsakee. En ook daar kan je dan weer mee spelen. Dus dat vind ik leuk. Ik hou ervan. Zo, eroverheen. En dan heb je een hond met een grote staart. Nou, hoe leuk is dat? En die kan je dan natuurlijk ook weer heel leuk op een kaartje verwerken. Leuk is die, hè? Ja, zo kan je dus nog even doorgaan. Nou ja, wat ik al zei, 39 stuks. Ik heb ze hier in het heel klein uitgeprint. Met alle stansjes die je nodig hebt staan erbij. Alles zit in één setje. Setje weg, wat een pech. Nee, setjes hier. En ja, super veelzijdig. Echt heel leuk. Ik ben fan. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Nou, ik leg mijn kaartjes even neer. Kunnen jullie ze nog even bekijken. Wat ik ermee gemaakt heb. En in tijd dan ga ik even scrollen. Want ja, er moet natuurlijk een winnaar uit de bus komen. En bij. En erbij. Oh jongen, het wordt hier zo gezellig. Ik heb nog een baby. En nog meer pinguïns. Ah, nou, pinguïns genoeg, hè. Zo. Hier nog een pinguïn. En dit hondje nog. Wauw, wat een volle boel. Nou, superleuk. En deze natuurlijk had ik nog. Die zet ik weer in mijn mandje. Ik neem een slokje water en dan ga ik even scrollen. En dan ga ik eens even kijken. Wie er een leuk verrassingspakketje gewonnen heeft. Mijn beeld wordt slechter, zie ik. Dus het wordt tijd om te scrollen. Eens even kijken. Leuke kaartjes. Hè? Nou, ik vond het super leuk dat jullie er weer met zoveel waren. Hartstikke gezellig. En wat ik al had verteld. Peter die komt nog het weekend. Dus die houden jullie nog te goed. Je kan al wel vast zien in de webshop waar zij mee gaat werken. Dan moet je even kijken op vrijdagavond 9 uur, want daar staat haar naam. En dan kan je zien wat zij gaat gebruiken. Eens even kijken. Nou, scroll heen en weer. En dan ga ik mijn ogen dicht doen. En dan stop ik straks vanzelf. Wat zijn er zoveel? Het moet wel eerlijke kans, hè? Dus moet iedereen even bij langs. En de winnaar is. Nou, springt hij weer weg. Siska Vermeulen. Jij mag even een mailtje sturen naar Doerding. Info Doerding. En dan mag jij vertellen dat jij de winnaar bent van de live van Irina. En dan wordt jou een verrassingspakketje opgestuurd. Ik schrijf je naam ook even op. Siska Vermeulen. Hartstikke gefeliciteerd. nou, ik wil jullie echt ontzettend bedanken voor het kijken. Ik vond het hartstikke gezellig. Morgen om 10 uur
Klopt. Petra komt zondag om 2 uur, Saskia. Ja. Morgen om 10 uur dan is Marga er. En die heeft ook weer echt waanzinnig leuk kaartje voor jullie in petto. Ook weer met leuke techniekjes en zo. Dus dat is zeker een aanrader. En ik zou zeggen... kijk dan ook gezellig mee. Morgen zijn er ook weer 4 andere lives. Nou ja, Marga dus. Even denken. Saskia, dacht ik. Ik heb Miranda gezien. En ik durf zo niet meer te zeggen. Maar het komt voorbij. En dan worden jullie morgen weer verwend met een waanzinnig leuke dag. Ik wens jullie nog een fijne avond. En voor straks natuurlijk lekker slapen. En tot de volgende keer. Doei doei!